Vrijdag 24 mei bracht Audra Roos Knight, kleindochter van generaal-majoor Maurice Roos, een bezoek aan de gemeente IJsden-Margraten. Haar grootvader is de hoogste in rang begraven militair op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats. Ze wordt vergezeld door Donna Marsh Peary, dochter van veteraan Don Arch Marsh. Deze heeft nog gediend onder generaal Maurice Roos. Dat we eigenlijk altijd dan blijven denken dat wij onze vrijheid ook een stukje te danken hebben aan al die mensen, 8301 zeg maar, die daar begraven liggen, hebben wij onze vrijheid aan te danken. En dat is misschien wel al lang geleden, maar het is goed om ons ook even bij stil te staan. We gaan even kijken eerst naar een documentaire waarvan die vorig jaar gemaakt is. Die gaat over de Amerikaanse begraafplaats. Ook over de adoptiestichting, zoals jullie misschien wel weten, en misschien zullen een heleboel van jullie in de familie wat iemand hebben die een graf geadopteerd hebben op de kerk, of dan even maar een bloemetje gaan brengen. This was a very exciting day. Not so sad, but joyful, because for many, many years I wanted to come visit my uncle's grave to see where he was buried. My dad had told us the story, obviously, and it meant a lot to know that he and his mother were involved with the burial of Leslie after he died, not exactly here, but in the cemetery. I was just so thrilled to see this spot. I'm the only person from our family that, our side of the family, that has been here since my grandmother left. You show your gratitude by keeping the memories fresh. We did not know that there were adoption families. So we met them for the first time yesterday, and it was immediately like they were family already. We gaan eigenlijk even wat vragen stellen. Een aantal van jullie hebben vragen voorbereid, hè? Jullie hebben vragen gesteld. We kunnen het in Engels proberen en mocht het niet helemaal lukken, dan helpen we wel een handje of daar. Hè? En de antwoorden die we krijgen, proberen we ook wel een beetje terug te vertalen. En misschien een hele dag kunnen we elkaar een beetje helpen als we er niet uitkomen, dan komen we er toch wel een beetje. Wie wil eens wat vragen? What do you think of the fact that your grandpa fought in the wars? The fact that how he got into the war, he wanted to be there, and that makes me proud. Very, very proud of him. He liked to get into the military. He was very young, but he had the drive and the courage to do it, and I'm very proud and honored to know that he did this for you all, for us, for everybody. Okay. Yep. My father fought here. So my father is 97. He's still alive. He was 22 when he came here. And what's important, he fought with General Rose. They came not to conquer, but they came for freedom. They came for the freedom of our country, your country, and everyone else. And I think that's what made this war so different, is they weren't conquerors. They had to be here to liberate and for future generations. Are you proud of your grandpa? I'm very proud of him, very proud of him. I wish I would have known him, but in the way I kind of do, knowing everything I've learned about him in the last few years, I'm proud of the fact that I am so much like him, and my father is so much like him, and that makes me proud because that's a part of me that I never knew. So now I know where it comes from. So yes, of course, I'm very proud. Today is the first time. I never knew him. But this is so emotional to me because now I have a connection to him. Today is the first day. You got to witness me crying for the first time. So yes, yes. Thank you. Do you have stuff from your grandpa? I do. I do have stuff from my grandpa. There are some things. Growing up, we were not allowed to talk about him because it was very emotional for my grandmother. So we were sneaky and we looked through things that we shouldn't have looked through, but we found some things. I found this book. My mother found this book. It was his guest book when he was
in Africa, right before the battle. And it's got names of all the generals, George S. Patton, Theodore Roosevelt in here. Their signatures are in here that visited him. I would like to donate these to your school for research, for anything that you might want to use for it. This is something, this is a very special book. It's got all the signatures. My grandfather's signature is not in here because this was his book. It was people that came to see him. Bridget, jullie hebben net een gesprek gehad met een hele boeiende mevrouw. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, die mevrouw is de kleindochter van Maurice Roos. En die vertelde allemaal wat Maurice Roos allemaal heeft meegemaakt en wat zij heeft meegemaakt. En hoe ze erachter is gekomen dat Maurice Roos haar opa is. En dat ze stiekem over Maurice Roos deden vertellen, als omdat de oma dat niet fijn vond, dat ze daar dan emotioneel van werd. Wat doen jullie speciaal op deze school om de einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken? Dan gaan we lopen naar het Amerikaans begraafplaats. En dan gaan we het kruisje van Maurice Roos bezoeken. Jullie zitten hier op basisschool Maurice Roos. Wat zegt die naam jou? Het is wel een soldaat die dan in de Tweede Wereldoorlog gevocht heeft dan voor de vrijheid van Nederland. En dat is toch wel speciaal dat onze school daarnaar vernoemd is. En was hij gewoon maar een soldaat? Nee, wel een generaal. Een hele hoge? Major volgens mij. Ja, en daar is wel heel speciaal dat jullie school daar dat graf geadopteerd heeft en daar ook speciaal aandacht aan besteedt. Ja, ik vind dat wel echt speciaal, want dan laat je toch ook wel denken aan de Tweede Wereldoorlog. Ton Hermes, voorzitter van de Stichting Adoptiegraven. Vandaag is weer een Memorial Day in aantocht. Wat is zo speciaal aan deze Memorial Day? En we zien hier steeds meer bloemen komen. Hoe komt dat zo? Ja, Memorial Day is altijd een hoogtepunt in het jaar. En dat is ook de dag dat alle adoptanten die hier de graven hebben geadopteerd, de bloemen komen brengen. En dat is ook de afspraak die we hebben met de adoptanten. Overigens, alle graven zijn geadopteerd. Evenals alle namen in de muren. Dus dat betekent meer dan 10.000 Amerikaanse soldaten die door lokale mensen worden herdacht. Elk jaar met bloemetjes en met een gebedje. De school heeft het graf van generaal Maurice Roos geadopteerd. Ieder jaar brengen de leerlingen bij gelegenheid van Memorial Day een bloemstuk naar het graf. Dit jaar werden ze vergezeld door de kleindochter van de generaal. Keep doing it. It's an honor to have y'all do this. You're now family. You're now family for doing this. And tell your children about this. So they'll keep doing it. Because this does mean something to everybody, to families. Knowing that there's somebody here. Because he just became a person to me. So this means a lot.